Simon Wiesenthal, de onvermoeibare zoeker naar gerechtigheid voor de oorlogsmisdadigers uit de nazi-tijd, kwam naar Amsterdam om daar het bedrag bijeengebracht door de actie van harte in ontvangst te nemen. Bij deze korte plechtigheid waren de leiders van de inzamelingsactie, Henk van Stipriaan en Kees Buurman, natuurlijk aanwezig. VARA-radiosecretaris De Trooje bood symbolisch het bedrag van een kwart miljoen aan, waarna de heer Wiesenthal verklaarde de gift als een morele ondersteuning te beschouwen en de hoop uitsprak dat ieder der schenkers trots zou kunnen zijn op zijn bijdrage en wat daarvoor verricht wordt. Mijn zahlreiche vrienden hier te treffen en sie zu dieser großen Aktion, die eine moralische und materielle Bedeutung für unsere Arbeit hat, zu beglückwünschen. Ich möchte bei dieser Gelegenheit allen Holländern, allen Freunden dieses Landes danken für diese Arbeit, die sie mir ermöglichen, und ich hoffe, sie werden darauf stolz sein können.